We zijn in Duitsland en we zijn onderweg in het dal van de Breuchbach. En de Breuchbach die stroomt van Beurselen naar Herzogenrath. Dat is ongeveer 8 kilometer lang. En in Herzogenrath, dan mondt die uit in de Worm. De Noppenberg, die achter mij, is een van de steenbergen hier in dit gebied. En die steenbergen zijn opgebouwd in afval uit de mijnen die hier vroeger waren. In Alsdorf was het de mijn Anna en die was in bedrijf van 1854 tot 1979. We zijn bij slot Ottenveld. En slot Ottenveld is een 19e eeuwse voorburcht met een herenhuis. En oorspronkelijk was er zelfs een 14e eeuwse burcht hier achter mij. En Ottenveld, dat betekent moerassig veld. Dus hier lagen vroeger overal moerassen. Vlakbij slot Ottenveld vinden we deze prachtige Banneu-kapel met het beeld van Maria, Maria van Banneu. Achter mij de steenberg van de mijn Anna. Op 21 oktober 1930 vond er op die mijn een enorme explosie plaats, ondergronds. Er kwamen 271 mijnwerkers om het leven en 304 mijnwerkers raakten ernstig gewond. Vroeger stonden heel wat watermolens langs de Breuchbach, zoals de Römermühle, die stond hier, de Romeinenmolen. En dit is alles wat van die molen is overgebleven. Achter mij een steenkolenwagon van de EBV, de Eschweiler Bergwerksverein. Dat was ook een steenkolenmijn hier in de regio.